Ik mag niet bang zijn. Ik mag niet bang zijn. Ik mag niet bang zijn. Was een dame die ik tijdens een coachgesprek sprak. En die deelde over wat er in haar gedachtenwereld gebeurde voordat ze in een paniekaanval belandde. De gedachte dat ze dus niet bang mocht zijn en de razende gedachten daaromheen zorgde er juist voor dat haar angst haar als het ware echt overweldigde. Ik spreek heel veel christenen. Vrouwen, mannen, maakt niet uit. En als ik dan aankom op het thema angst, dan hoor ik zo vaak dat mensen zeggen, ja, maar ik mag geen angst hebben. Ik mag niet bang zijn. Vaak is daar zo'n oordeel op. Misschien wel omdat in de Bijbel zo vaak staat, wees niet bang. Maar dat feit dat dat in de Bijbel staat, staat altijd in het perspectief dat God voor ons zorgt. En dat hij als het ware een geruststelling geeft. Weet je, ik zorg voor jou. Je hoeft dus niet bang te zijn. Ik vind het zo mooi dat als je bijvoorbeeld Matteüs leest, dat Jezus daarin zegt, kom bij mij alle die vermoeid en belast zijn, want ik wil je daarin vrede en rust geven. Het is als het ware een ruil, dat je datgene wat jou bezwaart, datgene wat zo'n rol speelt in jouw leven, datgene wat jou zo bezighoudt, dat je dat als het ware aan Jezus geeft. En dat hij daarin, dus zijn rust en zijn vrede, wat in Filippenzen 4 staat, dat het daadwerkelijk echt alles overstijgt, dat je dat ervoor terug mag krijgen. Het boeiende daarin is wel dat het natuurlijk van belang is dat je allereerst dus erkent wat jou bezighoudt. Dat je dat serieus neemt. Want hoe kun je iets aan Jezus geven, aan de Heere God overdragen, als je dat dus niet voor jezelf serieus neemt? Als je dat niet voor jezelf erkent dat je hart dus bezwaard wordt, dat je je zorgen maakt of dat je bang bent. En dat alles is dus van harte welkom bij Jezus. Hij zegt zelfs, weet je, kom bij mij toe. Kom naar mij toe als je dus bang bent. Kom bij mij toe als je verward bent. Kom bij mij toe als je even niet meer weet hoe het wel of niet met je gaat. En anno 2021 worstelen we allemaal wel met onzekerheid. Met eenzaamheid. Met gevoelens van, hé, hoe gaat het eigenlijk goed komen in de toekomst? We weten het niet. We weten niet wanneer de hele COVID-periode voorbij zal zijn. En misschien muteert het virus zich nog wel en is het iets waar we de rest van ons leven gewoon net als de griep mee moeten gaan dealen. We weten het niet. Maar één ding weten we wel, is dat God zegt in Jesaja 66 dat de aarde als het ware zijn voetenbankje is en de hemel zijn troon is. Vanuit dat perspectief kijkt God naar het leven, kijkt hij naar de wereld, kijkt hij naar jou. En God kijkt dus over de eeuwen heen. Dat mag je vertroosten. Maar daarin dus ook de uitnodiging om dus te erkennen wat jou dus bezighoudt. En bij een spreekbeurt sprak ik een keer een dame achteraf. En toen had ik het over Psalm 46. En die wil ik graag met je lezen. En in Psalm 46 staat het volgende. God is ons een toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in tijden van benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Wanneer heel je leven ondersteboven staat, wil God dus een veilige vesting zijn. En nu kan het zo zijn dat we naar God als veilige vesting kijken en zien, zeg maar, dat hij zo groot en zo sterk en zo machtig is, dat hij dus over de eeuwen heen kijkt, dat hij alles in zijn hand heeft. Maar de vraag is of dat je in tijden van dood ook daadwerkelijk je toevlucht bij hem weet te vinden. Weet je echt je toevlucht bij hem te vinden als je het even niet weet, als het moeilijk is in je leven? Of denk je, nee, ik bouw wel een eigen vesting, want ik red me liever zelf en alleen. Iets wat Eva al kende in de Hof van Eden. Dat ik er zelf doen van een tweejarige, daar worstelen we misschien wel ons hele leven mee. Dat we onszelf realiseren van, weet je, durf ik daadwerkelijk ook de controle uit handen te geven? Durf ik ook te zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier kom ik met al mijn pijn, met mijn verdriet, met mijn blijdschap, met mijn eenzaamheid, met mijn dankbaarheid. Het maakt ook allemaal niet uit. En daarin ben je dus zo welkom bij God. En er ligt ook een prachtige belofte. Die staat in Psalm 84. Een van mijn lievelingspsalmen. Daar staat namelijk in vanaf vers 6, welzalig, gelukkig is de mens van wie de kracht in u, in God is. In hun hart gaan zij de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen,
En de moerbeebomen waren een soort van distels. Dat waren niet prachtige. Ik had vroeger altijd het idee dat zijn prachtige bomen met bloemen en vruchten, zeg maar. Maar al ga je dus door een dal van diepe duisternis, waar Psalm 23 ook over schrijft, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. En het mooie vind ik aan deze psalm is dat er staat dat we van kracht tot kracht doorgaan. Nou, als ik kijk hoe ik dat graag wil, als het lastig is in mijn leven, als ik het even niet weet, dan wil ik graag van God kracht ontvangen voor de hele reis. Dat ik als het ware weet van ik heb voldoende kracht, ik heb voldoende perspectief, ik heb voldoende hoop voor het hele traject, voor het hele seizoen. Maar dit maakt me dus juist afhankelijk van de grote God die God is. Want Hij geeft me elke dag voldoende kracht, voldoende hoop, voldoende liefde om door te gaan.